Ik trek mijn plan wel, want ik wil dat niet meer ervaren. Ik wil niet meer gekwetst worden zoals ik in het verleden heb ervaren. Noem maar op. Dus dan doe je ook een recap naar het verleden. En wanneer het te intens wordt of te heftig of te moeilijk, dan heb je dus de neiging om er misschien te snel uit te willen stappen. Dat is ook een zelfbeschermingsmechanisme. Dus heel interessante dingen. En soms is het bijzonder waardevol wanneer het too much wordt om een soort van pauze in te lassen, zodat iedere partner voor zichzelf een beetje ruimte kan krijgen om te kunnen zakken, om te kunnen landen binnenin zichzelf en dus weer helder, met de hoofdletter H, helder te kunnen zien, te kunnen horen, te kunnen waarnemen, te kunnen begrijpen. En dat je vanuit vertrouwen weer opnieuw kan verbinden.